الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا سيدي مولاي أيها الإمام الحسن المجتبى، جعلنا الله من السائرين على نهجكم. قال الله في كتاب الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله محمد وآله الطاهرين. موخ الله سبحانه وتعالى jullie allemaal belonen tijdens deze heilige maand van Ramadan en de daden die jullie verrichten, van het vasten tot het gebed tot het lezen en reciteren van de Koran. In deze bijzondere maand zijn er ook bijzondere gebeurtenissen. We vieren eigenlijk vandaag de geboorte van Imam al-Hasan salamullahi alayh, die op de 15e van Ramadan in het jaar 3 van de Hijri-tijd is geboren. Hij werd geboren in Mekka in een gezin wat vol iman en vol taqwa en wil naar Allah subhanahu wa ta'ala is. Hij heeft de heilige profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam natuurlijk meegemaakt en had een speciale band met hem. Zo kennen we allemaal Hadith al-Kisa, overlevering over het kleed waarin de profeet sallallahu alayhi wa alayhi 5 mensen onder de kleed verzamelde, inclusief zijnzelf, en naar Allah subhanahu wa ta'ala bad en zei: oh Allah, bescherm deze 5, waarna Allah subhanahu wa ta'ala de engel Jibra'il heeft laten neerkomen naar de grond, naar de aarde, en met de profeet gesproken heeft over de waarde van deze 5 belangrijke mensen en dat eigenlijk zij de essentie zijn van het bestaan van de werelden. Imam al-Hasan salamullahi alayhi was 1 van deze 5. Hij werd geboren en zag de profeet in zijn groei, totdat de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zei over hem, over Imam al-Hasan en Imam al-Hussein: imaman, 2 imams, in qama au qauda. Of zij nou staan in de vorm van strijd leveren of vrede sluiten, qauda. De profeet sallallahu alayhi wa sallam wist wat er zou gebeuren met Imam al-Hasan salamullahi alayhi en zei deze belangrijke woorden: dat wat de imam salamullahi alayhi ook doet, hij is en blijft jullie leider. Hij is Imam al-Hasan salamullahi alayhi. Imam al-Hasan werd bekend als Karim Ahlul Bayt of Halim Ahlul Bayt. Hij werd gekenmerkt door speciale, vrijgevige eigenschappen. Imam al-Hasan bezat die eigenschappen waar we het vandaag inshallah over willen hebben. Imam al-Hasan salamullah alayh was de vrijgevige. Hij werd bekend als de vrijgevige van Ahlul Bayt alayhi salam. Diegene die in elke tijdstip, in elke minuut van zijn leven dacht aan de ander en ook daar naar handelde. Er zijn vele voorbeelden van Imam al-Hasan salamullah alayhi waar wij echt veel van kunnen leren. In onze tijd, in deze huidige tijd waarin we leven, in een materialistische, snelle wereld waarin alles heel snel gaat en waarin we een soort geleefd worden door de situaties waarin we bevinden. En heel erg in de stress raken wanneer dingen niet lopen zoals we willen of niet lopen zoals gepland, dan is er een grote stress. In deze tijd is het belangrijk om naar Imam al-Hasan salamullahi alayhi te kijken en daadwerkelijk van hem te leren. Want deze imam en deze eigenschappen die hij heeft, ik licht er 3 eigenschappen uit die belangrijk zijn. Hij werd genoemd Karim Ahlul Bayt en Halim Ahlul Bayt. De karam van Imam al-Hasan, de vrijgevigheid van Imam al-Hasan, zien we in verschillende manieren. Er is een overlevering dat de imam salamullahi alayhi probeerde om de mensen in hun behoeften te voorzien, vooral zij die arm zijn en vragen om geld, zonder hen aan te kijken. Zonder te laten zien wie hen geld gaf. Of eigenlijk zelfs zonder de mensen te laten zien dat deze persoon om geld vraagt. Zo was er 1 iemand die de deur klopte van Imam al-Hasan salamullahi alayh
En hij zei: ik ben muhtaj, ik ben iemand die behoefte heeft, die zichzelf niet in zijn behoefte kan voorzien. Imam al-Hassan, zonder te vragen, zonder te kijken, zonder te weten wat deze persoon wil, nam een gedeelte van zijn geld en gaf aan deze arme persoon. Deze arme persoon stond versteld en zei: wil je niet weten wie ik ben? En wil je niet weten wat ik wil? Vervolgens zegt Imam al-Hassan in een mooie poëtische aantal zinnen dat wij komen vanuit een familie van barmhartigheid. Wij volgen wat Allah subhanahu wa ta'ala van ons wil. En voor ons geven, en wij geven onze aalmoezen en onze sadaqaat weg met het behoud van de aanzien van deze persoon waar we het aan geven. Wij willen dat jouw aanzien tussen de mensen niet verminderd wordt omdat je arm bent en om geld vraagt. Imam al-Hassan salamullah alayh keek niet eens naar die persoon, laat staan dat hij hem vroeg of dat hij verwachtte van hem een dankwoord. Imam al-Hassan salamullah alayh was een grote weldoener, dat wist iedereen. Zo was het een keer dat een van zijn werksters, imam al-Hassan, begroette toen hij weer thuis kwam met zijn metgezellen, met een bloem. En wat zei hij? Hij zei: jij bent vrij om te gaan. De mensen keken hem vreemd aan. Ze geeft je een bloem en jij zegt: ze is vrij om te gaan. Hoezo? Imam al-Hassan zei: dit is wat ik van mijn geloof leer van de Koran. وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا. En wanneer jullie worden begroet met een groet, groet dan terug op een betere manier. Imam al-Hassan gaf haar vrijheid helemaal terug, doordat zij hem een bloem gaf. Een derde voorbeeld is dat Imam al-Hassan salamullahi alayh op een dag naar de moskee van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gegaan. En hij bad, terwijl iemand anders naast hem ook aan het bidden was. Eigenlijk een smeekgebed naar Allah. En hij vroeg Allah specifiek om 10.000 dirham. Allah, geef mij die 10.000 dirham, want ik heb ze zo nodig. Imam al-Hassan salamullahi alayhi, zonder te weten wie dit is, zonder te weten waarom hij dit nodig heeft, zonder te weten wat hij met dat geld zou gaan doen, ging naar huis en beval een van zijn werkers om 10.000 dirham naar deze man te brengen. Puur uit vrijgevigheid. Imam al-Hassan salamullah alayh was diegene die 3 keer in zijn leven wat in het Arabisch wordt genoemd taqasam Allah. Hij heeft 3 keer in zijn leven de helft van zijn geld, alles wat hij bezit, door de helft gedeeld en de ene helft behouden en de andere helft aan de armen gegeven en zij die het nodig hebben. Imam al-Hassan is een voorbeeld voor ons in vrijgevigheid. Dat is 1 belangrijke eigenschap. De 2e belangrijke eigenschap is genade die Imam al-Hassan heeft gehad. Al-Halim. En al-Hulam, die genade die toonde hij op verschillende manieren. Een van de bekendste, denk ik, overleveringen en verhalen over Imam al-Hassan salamallahu alayhi, is dat toen hij in Medina was, dat een van de Arabieren kwam en hij zag Imam al-Hassan salamallahu alayhi in die tijd een goed geklede man die goed uitzag. Hij zei: wie is deze mens? Wie is deze persoon? Zij zeiden tegen hem: dit is al-Hassan ibn Ali. En toen begon deze Arabier te schelden. En over Imam al-Hassan salamallahu alayhi, alle woorden die we niet zouden willen uitspreken, sprak hij uit. Hij ging door op Imam Ali alayhi salam, de vader van Imam al-Hassan salamallahu. Wat was de reactie van Imam al-Hassan? Terugpraten, zichzelf verdedigen. Het minste wat je kan doen, is jezelf verdedigen. Imam al-Hassan was stil. Was stil, was stil, was stil.
En toen zei hij, nadat die persoon klaar was, zei: ik zie dat jij een vreemdeling bent hier. Ik zie dat jij geen plek hebt, dat dit niet jouw plek is, niet jouw stad, niet jouw land. En ik denk dat je misschien in mij vergist hebt. Maar als je een plek hebt nodig hebt om te slapen, dan zijn onze huizen, is ons huis voor jou een plek om te slapen. Als je honger hebt, dan is ons huis een plek om jouw honger te stillen. Als je de weg kwijt bent, dan zijn wij er voor jou om jou de weg te wijzen. Als je geld nodig hebt, dan zijn wij er om die behoefte van jou te ontnemen. Al-amalul khair. Dit is wat Imam al-Hassan salam Allah alayhi doet. Hij is stil en is zo genadevol voor diegene die hem aanvalt en zijn vader aanvalt op een onrechtvaardige manier. En toch blijft hij stil. En het enige wat hij doet is met een goed hart en met goedheid die persoon tegemoet gaan. Het is een wijze les voor ons. Hoe wij omgaan met mensen die ons, wat wij denken, onrecht aandoen. Of die gemeen zijn tegen ons. Of die bepaalde woorden tegen ons zeggen. Of zelfs, wat hebben wij gehoord? Dat diegene dat over mij gezegd zou hebben. En wat voor positie neem ik dan in over die persoon? Terwijl Imam Hassan salam Allah alayhi, en dat zijn onze leiders, dat zijn de mensen waarvan we leren, op deze manier omgaat met iemand die direct tegen hem is en scheldt. Een tweede voorbeeld is dat de imam salamallahu alayhi, een van zijn werksters, een kan water liet vallen en op zijn lichaam kwam. Terwijl mensen om hem heen zaten. De Arabische temperament, om het maar zo te noemen, zou kwaad zijn. En wat doe je nou? En het is maar een werkster, et cetera, et cetera. Of in ieder geval boos zijn. Of in ieder geval geïrriteerd zijn. Of deze situatie niet leuk vinden. Maar deze werkster zag dit en zegt: wal kadhimin al-ghayd. Ze gebruikte de Koran. Wal kadhimin al-ghayd. En zij die hun boosheid kunnen onderdrukken. Of onderdrukken. Zegt kalam toch ik, mijn boosheid is onderdrukt. Wal afina aan een naas. Zij zei: wal afina aan een naas. En zij die de mensen kwijtschelden. Dus oké. Okay. Ik ben niet meer boos. Klaar. En ik scheld je al je schuld kwijt, om het maar zo te noemen. En zij zei dan: wallahu yuhibbul muhsinin. En Allah houdt van diegenen die goed doen. En hij zei: je bent vrij om te gaan. De imam zet iets om wat eigenlijk negatief is in een positief verhaal. In een positief verhaal. En dat is de genade die Imam al-Hassan salam Allah alayhi heeft. En het derde eigenschap die Imam al-Hassan salam Allah alayhi heeft, is natuurlijk het sluiten van vrede. Imam al-Hassan was iemand die in zijn tijd is Muawiyah, mocht Allah hem vervloeken, gekomen en heeft de macht over de islamitische natie overgenomen. Per dwang. En hij, deze persoon die ver weg stond van de islam en eigenlijk niks te maken heeft met het geloof, neemt de leiding over de islam of de islamitische natie in politieke zin. Imam al-Hassan was natuurlijk de rechtmatige en de enige die daar recht op had. Eigenlijk waren wij, de mensen, de moslims, die het recht hadden om door Imam al-Hassan salam Allah alayhi als geleid te worden. En Imam al-Hassan kon zijn zwaard trekken, maar door de politieke situatie en hoe het daar was, was zijn enige doel het behouden van vrede binnen de islam. Het niet laten verspreiden van kwaadwilligheid tussen de moslims. Het niet laten verspreiden van dat kwade tussen de moslims. En Imam al-Hassan salam Allah alayhi, uiteindelijk heeft een pact ondertekend om die vrede te sluiten. Daar ga ik verder niet op in, omdat dat een lange kwestie is met veel onderzoek. Wat houdt die pact in? Wat zijn de gevolgen daarvan geweest? Wat zijn de voorwaarden van de pact?
En we weten natuurlijk dat Muawiyah deze pact niet heeft gerespecteerd en uiteindelijk zelf heeft gedaan wat hij wil. Deze drie eigenschappen zijn eigenschappen van goede daden. En die worden in het geloof ontzettend, ontzettend aangespoord. En wat zijn nou eigenlijk de goede daden en waar komen ze vandaan? Als we kijken naar de mens, dan zien we dat de mens een sociale drang heeft. De mens heeft twee belangrijke eigenschappen die continu met elkaar in conclaaf zijn, met elkaar bevechten. Dus, wat er gebeurt, is een oorlog tussen het eigenschap van sociale drang en de eigenschap van zelfzuchtigheid. Deze twee eigenschappen, sociale drang en zelfzuchtigheid of sociale liefde en zelfzuchtigheid, is een oorlog die continu strijdt in een mens. En soms wint de sociale drang met verve alles en is degene die overwint in elke oorlog met gemak. En soms is die zelfzuchtigheid juist wat altijd overwint. En dat is wat we zien, wat in de Koran ook altijd beschreven wordt van mensen die goed doen. En dat Allah subhanahu wa ta'ala die mensen die goed doen naar een ander altijd op een pronkstuk zet. Diegene die de zelfzuchtigheid laat overwinnen, denkt alleen maar aan zichzelf. En denkt in alles wat hij doet aan zichzelf. En soms is deze persoon zelfs bezig met goede doelen, maar denkt eigenlijk aan zichzelf. Het feit dat mensen soms geven en bedankt willen worden. Het feit dat soms mensen geven met de reden dat ze de ander een gunst doen, waardoor ze later daar profijt van kunnen krijgen. Het feit dat mensen iets goed doen om de ander te kleineren. Dat is een manier van goed doen, maar het is een manier van zelfzuchtigheid. Terwijl de sociale drang die kan groeien in een persoon, de sociale drang die je kan ontwikkelen in een persoon, de sociale drang die uiteindelijk vertaald wordt in goede doelen of goede daden, dat is de daadwerkelijke drang die mensen echt het goede laat doen voor een ander. Die het aankunnen om net als imam al-Hassan salamallahu alayhi zo vrijgevig te zijn en zo hun woede te kunnen onderdrukken. Om zo hun genade te kunnen ontwikkelen, dat zij iedereen met genade tegemoet zien. En met genade tegemoet zien is iets wat heel erg lastig is, waar onze imams allemaal kennen. Was het niet imam Ali alayhi salam, toen hij geslagen werd op zijn hoofd en vermoord werd in de moskee, deze khalifa, deze imam, zo'n belangrijk persoon, op deze manier tijdens zijn gebed wordt geslagen. En imam Ali salallahu alayhi zegt, jullie doen niks onrechtmatigs met deze moordenaar. Geef hem eten, geef hem drinken, zorg goed voor hem. En wanneer het tijd is voor zijn straf, al-darbatu bil-darba. Hij heeft mij één keer met zijn zwaard geslagen. En dat is ook het enige wat hij zal zien. Eén keer met het zwaard. En deze genade kunnen we ontwikkelen door onze sociale drang te laten groeien en groeien. Wat heeft geloof dan daarmee te maken? Geloof, en vooral de islamitische geloof, is een hulpmiddel, is een drang die je eigenlijk de zelfzuchtigheid van jouzelf laat verdwijnen. En de sociale drang en de sociale liefde en de liefde voor de ander en het doen uit een intentie die puur is, daar versterkt geloof jou in. Die dwingt ons
om die zelfzuchtigheid te laten gaan. Zoals in de Koran zegt, en laat de goede dingen die u doet niet verdwijnen door men. Doordat jullie mensen steeds herinneren aan het feit dat jullie goede dingen voor hen hebben gedaan. Ik doe dit, ik doe dat. Ik heb je zoveel geld gegeven. Ik heb gisteren nog gedweild. Ik heb gisteren nog dat gedaan. Vooral de relatie tussen gezinsleden. Het is altijd de bedoeling om de intentie puur te houden. En wanneer je een daad verricht, dat je de daad verricht puur naar Allah subhanahu wa ta'ala. Want Allah zegt dat die zelfzuchtigheid jou duwt naar alles wat slecht is. Kalla innal insana la yatgha. De persoon, de mens, zou kunnen veranderen in een tiranpersoon, in een gewelddadig persoon, door die zelfzuchtigheid die hij heeft. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala altijd ons aanmoedigt om juist die zelfzuchtigheid te verlaten. Dat is één, is de intentie die je hebt, daar sterkt geloof je in, om de intentie puur en goed te houden. En nooit te kijken vanuit jouw perspectief en wat jouw winst daarvan is, omdat het effect van dat werk wat je doet, uiteindelijk slecht wordt. En het geeft ons een motivatie om goede daden te verrichten. Allah zegt, zoals ik in de ayah heb gelezen, وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. En wat zij doen voor goede daden, voorwaar, het zal nooit van hen verdwijnen. Alles wat wij doen in goedheid, Allah subhanahu wa ta'ala beloont ons uiteindelijk daarvoor. En de beloning is niet alleen in de akhira, in het hiernamaals. De beloning kan ook hier zijn. Dat Allah subhanahu wa ta'ala door de goede daden die we verrichten, uiteindelijk Allah ons hier helpt. Zolang de intentie goed is. Zolang de intentie voor Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. We moeten weten dat er altijd iemand is die onze daden beoordeelt en ons daarvoor beloont. En het derde punt is dat het geloof ervoor zorgt, door die plicht om mensen te helpen, door die motivatie om mensen te helpen, dat de sociale en maatschappelijke kant wordt gewaarborgd. Want Allah duwt ons om goede dingen te verrichten. Allah zegt, je moet goed zijn met je naasten, met iedereen om je heen. En dat zorgt ervoor dat die sociale cohesie, die sociale gemeenschap behouden blijft. En dat niet iedereen opeens die zelfzuchtigheid ontwikkelt. Om uiteindelijk allemaal op eilandjes te wonen en alleen maar aan zichzelf te denken. Want dat is een reden waarom er onrecht ontstaat in een gemeenschap. Die zelfzuchtigheid heeft ervoor gezorgd dat er racisme is ontstaan. Dat er in de afgelopen honderden jaren koloniale regimes waren. Dictatoriale regimes waren. Dat er mensen zijn die hun kinderen pijn doen. Dat er mensen zijn die hun naasten pijn doen. Dat er mensen zijn die anderen vermoorden, etc. Dat is puur uit zelfzuchtigheid. Puur uit zelfzuchtigheid. Alle aanslagen puur uit zelfzuchtigheid. Dat is iets wat ons geloof juist bestrijdt. Want denk niet alleen aan jezelf. Maar je bent een persoon gemaakt in een gemeenschap voor de mensen. En je moet er ook mee omgaan op een juiste manier. Daarom zegt onze imam Ja'far al-Sadiq, salamullahi alayh, inna lillahi ibadan fil ard. يسعون في حوائج الناس فهم الآمنون يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala heeft mensen in deze wereld die altijd op zoek zijn naar het verrichten van goede daden voor anderen
en behoeften van anderen te kunnen inwilligen. En zij zijn diegenen die in het hiernamaals veilig zullen zijn. Er zijn vier belangrijke gevolgen van het verrichten van goede daad. En ik denk dat als we kijken naar de coronatijdperk, dat we zien dat opeens iedereen in staat is om goede daden te verrichten. Opeens staat een hele gemeenschap op en zegt, wij gaan boodschappen doen voor ouderen. Wij gaan mondkapjes verzamelen. Wij gaan mensen helpen die in nood zijn. Wij gaan opvang zorgen voor wie het nodig heeft. Wij gaan de zorg in, et cetera, et cetera. Opeens komen al die prachtige initiatieven naar voren. Terwijl eigenlijk een gelovige geen corona nodig heeft, maar Allah nodig heeft om al deze dingen te doen. Want het zoeken naar tevredenheid van Allah dwingt ons tot het verrichten van goede daden. En dat is het eerste effect van goede daden verrichten. Is tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik heb in mijn vorige lezingen al duidelijk gemaakt wat onze relatie is met Allah. En dat we leven om die tevredenheid van Allah te bereiken. Want wie de tevredenheid van Allah bereikt, bereikt perfectie. Bereikt richting perfectie. En gaat alleen maar richting het verbeteren van zichzelf. Dat is één. En het tweede is dus de tevredenheid van Allah. Het tweede is tevredenheid over jezelf. Kijk, het effect van geven is veel meer dan alleen maar het tevredenstellen van diegene of tevredenstellen van Allah. In de psychologie, als je leest, goede doelen hebben ook een effect op onszelf. Verschillende effecten zelfs. Een van die effecten is het feit dat doordat ik geef, ik het gevoel krijg dat ik, alhamdulillah, goed bediend ben door Allah. Dat ik in een goede situatie, in een goede welzijnssituatie zit. Ondanks hoe ik me voel en in welke situatie ik zit, ik kan geven. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft mij zo'n positie gegeven dat ik een ander kan helpen. En dat geeft tevredenheid in onszelf en een goed gevoel. Dat is de fitra die in onszelf zit. Het brengt onszelf ook in positie. Waar zit ik nou eigenlijk? Heb ik het wel zo slecht? Ben ik wel diegene die zielig is omdat ik niet twee auto's of niet drie auto's heb? Of dat ik een klein huis heb en niet een te groot huis. Of dat ik niet vier keer of niet drie keer per jaar op vakantie kan gaan. Heb ik het eigenlijk wel zo slecht? Of zijn dit echt materialistische dingen waar ik natuurlijk wel voor moet werken, maar niet mijn vreugde en mijn tevredenheid bepalen? Derde aspect is die sociale saamhorigheid. Ik zei al, in de tijd van corona zie je dat iedereen opeens bereid is om een ander te helpen. En elk initiatief die te maken heeft met een ander helpen, wordt gesteund door iedereen. Oh, wat prachtig, wat prachtig. Heel mooi, heel goed. Maar waarom hebben we corona nodig om dit soort dingen te bereiken? Kijk, als we puur het geloof gebruiken, dan ontstaan zulke initiatieven. Als we puur ons richten op ons geloof en wat die van ons wil, dan ontstaan zulke initiatieven vanzelf. Want Allah subhanahu wa ta'ala vraagt van ons om sadaqa te geven. Vraagt van ons om de ander te helpen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, van 1 tot 7 buren, daar moet je naar kijken. Wie slaapt en niet zijn medemens in zijn gedachten heeft, slaapt als een ongelovige. Dus de dwang is er vanuit geloof om juist goede daden te verrichten. Waardoor je niet corona's nodig hebt om oudere mensen te helpen. Nee, dus ons geloof en ons, uiteindelijk komt het uit onszelf, omdat wij gelovig zijn, die ons dwingt om sociale saamhorigheid te behouden. En dat heeft niet alleen met moslims te maken, maar wij als moslims de sociale saamhorigheid. Iedereen in onze maatschappij. Behoren tot die groep waar wij goedheid voor moeten verrichten. En het vierde en laatste is dat er sociale groei ontstaat.
Kijk, als wij allemaal verrichten wat Imam al-Hassan salamallahu alayhi had verricht, dan blijft niemand hongerig, dan blijft niemand achter en kan deze maatschappij zich juist ontwikkelen en beter worden, omdat het geld goed verspreid is, omdat er geen arme mensen zijn en omdat er goedheid ontstaat tussen de mensen, waardoor de een de ander in een hogere positie brengt. En zo ontstaat er een grote ontwikkeling op wetenschappelijk niveau, op technisch niveau, etc. Waarom? Omdat we goede daden verrichten naar een ander, omdat we sociale wezens zijn. Deze vier belangrijke effecten van het verrichten van goede daden halen we uit het geloof, maar hebben een menselijk effect, hebben een daadwerkelijk effect op ons leven. Moge Allah subhanahu wa ta'ala onze daden verrichten tijdens, of onze daden accepteren tijdens deze heilige maand van Ramadan, waarin we juist alle goede daden nu kunnen gaan proeven, hoe we deze goede daden doen, om inshallah in ons leven deze goede daden te behouden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie daden en mijn daden accepteren en ons leiden naar het juiste pad. De pad van Ahlul Bayt alayhim salam, de pad van Imam al-Hassan. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين